D-I-B-Y. Als je het zo uitspreekt. Het is weer een Japans snoepketje. En jullie weten ook gelijk dat het een Ik Eet Vandaag video gaat worden. Alleen ik weet nog niet even de titel. Maar ik denk dat het D-I nog wat wordt. Want dan heb ik meer views en heb ik meer kijkers. En meer mensen die het leuk vinden. Maar we hebben dus vandaag een Japans snoepketje. We hebben een soort soda pop of iets. In die trant. Ik ga eventjes de camera draaien zo. Dan ga je wel de toetsenbord zien, maar dat maakt niet uit. Dan kan ik gewoon even zo vasthouden. Dat is voor mij even makkelijker. Dan kan ik het ook wat makkelijker vasthouden. En dan weet ik zeker dat ik het goed laat zien. En wat ik laat zien, dat het gewoon goed is. Ik ga er een schaar bij pakken. Dan ga ik hem even openknippen. Ik zal dadelijk de camera weer terugzetten. Want ik moet namelijk spullen kwijt. En dat is nu. Dus voor mij was het gewoon even makkelijker at het moment. Zo. Het is een heel makkelijke kit, dit. Ik heb hem toevallig gekeken op YouTube om te kijken hoe het werkt, deze kit. Het is eigenlijk meer balletjes met stroopachtig iets. En sparkles. Moest ik dat heel leuk zeggen in het Engels. En een houtstokje. Houtstokje? Ik doe het wel zonder stokje. Jongens, ik ga het zonder stokje doen. Kevin mag het met stokje doen, maar ik ga het zonder stokje doen. Je hebt hier twee bakjes. Eentje is voor, zeg maar, de saus. Zeg maar. En die andere is voor de sparkles. We gaan in de bovenste gaan we de saus doen. Daar hebben we wel wat verschuiven nodig. Want ik ga hem niet hier af willen scheuren, want dat is een beetje te dicht op. Dus ik ga hem even... Ja, kan ik ook gebruiken. Ik ga het vorkje gebruiken van uit de vorige video van Kevin. Dus als je die wil zien, link staat in de beschrijving. En ik ga zo even laten zien waar ik dit gekocht heb. Want dan moet ik ook elke keer laten zien. Behalve, oh, daar heb ik met het Pokémon in gedaan. Nou, boeiend. In ieder geval, als je deze ziet, de Pokémon lol stokjes, die komen ook bij hetzelfde bedrijf vandaan. Als bij de video, twee video's hiervoor. En als deze video. Het is heel gelei-achtig. Lijkt wel jam. Of iets. Of gesmolten lolly. Ja, jongens, ik weet niet hoe gesmolten lolly eruit ziet, maar. Nou, zo was dit dus. Zo ongeveer. Dit ziet eruit als een gesmolten lolly. Wat nog niet klaar is, zeg maar. Zo'n onafgemaakte lolly. Zakje gaan we gelijk weer deponeren. Ja, want dit zakje is een beetje heel erg plakkerig. En mijn vingers gaan ook gelijk plakken. Dat is echt heerlijk. En het schijnt dat van horen en zeggen dat het knetterballetjes zijn. Ja. Zo. Dus ze knetteren. Nu heb ik de jam. Ik mag ook gewoon even jam. Jam en de balletjes, de sparkles, heb ik in de bakjes gedaan. En die lagen al los. In principe is het niet een heel moeilijk kitje. Lukt het? Ah, ik pak eventjes één balletje met het vorkje. Ik ga ook een... Voor mij gaat het stokje 10 keer makkelijker. Een klein beetje lolly-achtig. Het blijft niet makkelijk zitten. Het plakt heel erg, zo te zien. Het plakt heel erg, maar je moet wel opletten dat het, als je het omhoog gaat, dat het dan wel op blijft zitten. Want ik had net dat er helemaal niks op zat. Dus je moet wel even goed in. Dus eigenlijk doe je dit en dan doe je een beetje... Draaien. Dit. En dan doe je hem in de sparkles. En dan even mee... Als het mee wil werken. Draaien. Ik draai. Ik heb nog nooit zoveel log op met een kit. Ik draai, zei ik. Oh, ja. Nou, hè?
het zit erop. En dan gaat hij in de sparkeltjes. En dan gaat hij in de sparkles zo een beetje gedoopt worden. En dan gaan we hem samen proeven. Ben je er klaar voor? Ik hou niet zo erg van knetter, dus dit zal niet echt mijn favoriet zijn. Ik ben benieuwd hoe het smaakt. De salai is in ieder geval heel erg stroperig geweest nu al. Ja. Nou ja, laten we het maar proberen. 3, 2, 1. Ik net het niet echt. Nee. Zoals het zakje eigenlijk zei, moet het knetteren. Ja. Ik vind het niet vies. Ik had het anders verwacht. Ja, ik had het ook anders verwacht. Het smaakt nog lekkerder dan ik dacht. Maar dit heb ik niet echt. Het smaakt een beetje naar aardbeien. En een beetje kauwgomachtig iets. Ja. Nou, maar Japanse snoep smaakt bijna altijd naar kauwgom. Ja, ik ga er toch nog eentje nemen. Ga je er nog eentje nemen? Ik vond hem wel lekker eigenlijk. Kijken of dit nou wel beter wil draaien. Ja, ik hoop het. Ik ga het bakje even vasthouden. Nee, het gaat niet erg lekker van als een leien dakje ook met draaien weer niet. Kijk maar. Hij gaat zelfs mijn stokje af. Vorkje nodig, schat? Kijk. Het werkt nog niet helemaal optimaal, maar... Nu die sparkles, schat. Ik ga hem nu in de sparkle douwen, zo. Kijk, voor de kijkers. Ik hou het op dit moment even op 1, want ik heb hierna nog een snoepkit voor jullie, voor de video. Ik ga het wel een cijfer geven, want normaal gesproken doe ik cijfers geven bij Ik Eet Vandaag video's. Ik geef het een 6,5. Het is niet verkeerd. Zal ik het nog een keer eerder kopen? Zal ik het nog een keer kopen? Ik denk het niet, want zo lekker is het ook niet. Het is niet vies, maar het is ook niet echt heel erg dat je denkt van jee, het is echt lekker snoep of zo. Maar het is wel leuk om het een keer te doen. Dus als je denkt van oh, ik vind het een keer leuk om te doen, is het ook heel leuk om... Een keer te doen. Gaan we naar de volgende video. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken, abonneer voor me hier beneden. Ik check natuurlijk volgende week ook weer mijn video. De snoepjes heb ik hier gekocht. Voor degene die het willen weten. In de beschrijving staat een linkje. De link staat van Kevin staat ook in de beschrijving. Dus als je zijn kanaal wil uitchecken, doe dat ook even. In ieder geval bedankt voor het kijken. Later. Later.